Ja, volgens mij heb ik de week voor de verkiezingen heb ik tegen het Financieel Dagblad gezegd dat ik het gevoel had dat we de peilingen konden verslaan. Ja, dat gevoel ontstaat. Maar was er een moment dat je zegt van als ik nou een dagboek zou moeten schrijven, memoires, dan wordt dit het sleutelmoment? Ja, de avond dat wij iets. Iets gedaan hebben wat je eigenlijk niet moet doen. Maar dat we eerst bij Galit en Sophie zaten. Oh. Vervolgens bij Vandaag Insight en toen nog bij Shownieuws. Iedereen trapte erin, ja? En toen? Trapte waar in? Nee, maar jullie werden overal uitgenodigd. Oh ja, ja. En paste precies, ja. Ja. Ja, toen reden we 's nachts terug vanuit Hilversum naar Den Haag. Toen kwamen we bij het tankstation, want Caroline was een aansteker kwijt. Ze is altijd alles kwijt, maar dat terzijde. En toen stonden we daar bij dat tankstation. En toen stonden drie Marokkaanse jongens voor de deur daar. Echt brede jongens, mooi gesneden baardje. En die zeiden, kom op mevrouw van der Plas, ga ervoor. Wij Marokkanen gaan allemaal op u stemmen. Dan keken wij elkaar aan. Hoezo dan? De stedelijke stem, ja. Dat was echt, toen had ik het gevoel. Jullie terug die auto in, dit wordt hem. Ja. Ja. En zijn jullie dan nu klaar voor de volgende verkiezingscampagne? Jullie hinten er al een beetje op van, nou, het zou best wel prima zijn als het kabinet valt, als er nieuwe verkiezingen komt. Ja, we hebben iedereen gevraagd de spandoeken niet te ver op te trekken. Okay. Ja. Ah, ja. En gaat u dan zelf de Tweede Kamer in? Ik zou wel graag op een verkiesbare plaats op de lijst komen. Ja. Bij de eerste 30 of zo. Nou, zo. Ja, zo. Oké. <Okay. laughs>